welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe make-up collectie testen. Wet n Wild is een samenwerking aangegaan met Bradman Rock. Hij is ook een vlogger hier op YouTube en Instagram en zo. En ze hebben samen met hem echt een hele collectie gemaakt. Ik heb de collectie al een aantal weken terug gezien bij de reveal, omdat ik Bradman ook volg op YouTube. En hij had er obvious een hele video over gemaakt en zo. En toen ik die collectie zag, het was kleurrijk, het was blij, het was lekker druk. Het was dus echt al met al helemaal iets voor mij. Helaas, altijd wij lopen met ons land een beetje achter. Wanneer er iets uitkomt in Amerika, is het er niet gelijk hier. Maar toen ik een e-mail kreeg van Bougie Shop met dat hun die collectie hadden, ik dacht echt, oh mijn god, I need this in my life. Toen heb ik ook op Instagram gevraagd aan jullie of jullie een video erover willen zien. En de meeste van de mensen zeiden ja. Dus ik heb de collectie meteen besteld. En ik ga hem dus vandaag proberen. En ik heb er echt heel veel zin in. Wet n Wild is ook betaalbaar. Als je de brand al kent, dan weet je dat al. Dus het is ook weer allemaal een hele betaalbare collectie. En dat is dus altijd extra fijn. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, mensen, de collectie is niet super groot. Het zijn gewoon een aantal producten. Twee producten van de collectie heb ik niet. Eén daarvan is de mascara. Die heb ik niet, omdat de Bougie Shop die mascara niet heeft. Ik denk ook te weten waarom. Want ik had in de video van Bradman gezien dat de mascara als allereerst gelijk was uitverkocht. Dus die is echt gewild. Dus ik ga ervan uit dat Wet n Wild gewoon niet genoeg voorraad meer had van de mascara. Dus dat vandaar Bougie Shop hem niet heeft. Dus dat vind ik wel echt jammer, want ik was wel echt benieuwd naar de mascara. Een tweede product die ik niet heb is de highlighter kwast. Die heeft Bougie Shop wel, maar ik heb hem niet besteld omdat ik al gewoon een goede kwast heb. Ik heb niet echt behoefte aan nieuwe kwasten. Dus ik dacht, ja, die bestel ik er gewoon niet bij. Dat lijkt me ook niet echt nodig voor de video. Heb jij nou iets van Sarah? Jawel, ik had ook graag de kwast willen zien. Let me know, want dan doe ik dat met alle plezier. Het is voor mij geen issue om dan gewoon die producten ook te bestellen. Maar vaak wanneer ik iets zie die ik niet per se hoef en niet echt bruikbaar lijkt voor de video, dan bestel ik het niet. Maar zoals ik al zei, ik doe het met alle plezier als jullie het alsnog willen zien. Dus wij hebben vandaag een oogschaduwpalet, highlighter, setting spray en een lipgloss. En we gaan beginnen obvious met de ogen, met het oogschaduwpaletje. Kijk even dit oogschaduwpaletje. Bradman Rock X Wet n Wild Jungle Rock Eyeshadow Palette. De hele collectie heeft te maken met de jungle en zo. Dat vind ik dus echt heel leuk. En dit zijn dan alle kleurtjes. Het is echt wel een fel paletje. Heel veel felle kleurtjes. Veel verschillende kleuren ook. Het is een mix van matte en glanzende kleuren. Het enige wat ik weer minder vind is er is geen spiegel. Dus dat vind ik wel minder. Het formaat van het paletje is ook gewoon prima. Niet te groot, niet te klein. Het is gewoon karton en het is een betaalbaar oogschaduwpaletje. En de kleuren zien er echt in het echt nog heftiger uit. Op beeld is het iets minder. Ik vond het ook op de website vond ik dat de kleuren iets minder heftig leken dan hoe ik het hier in het echt heb. Maar bijvoorbeeld groen is echt super groen. Rood is echt super rood. Dus het zijn echt wel felle kleurtjes. En ja, ik ben echt zo benieuwd. Vooral die glanzende kleur hier. Oh my god. Dus hiermee ga ik een look maken. Wat ik dus wil gaan doen is dat ik twee looks hiermee maak. Dus dan maak ik gewoon één look hier en een andere look op het andere oog. Want dan zie je gelijk twee lookjes met dit paletje. En dat is denk ik handig om te hebben. Vooral als je niet zo goed weet wat voor looks je hiermee kunt maken. Omdat het toch een best wel kleurrijk paletje is, weten vaak mensen niet gelijk, oké, van deze looks kan ik hem mee maken. Dus ik maak er gewoon twee en dan heb je die tenminste gelijk gezien. Dus deze ga ik nu gebruiken. We gaan weer inzoomen op de ogen. Zoals ik altijd doe, ga ik eerst beginnen met het primen van mijn ogen. Ik begin met het rechteroog. Daar maak ik een look. En dan het linkeroog. Voor jullie is het andersom. En ik ga beginnen met primen. En hiervoor gebruik ik mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Oké, dan ga ik in met het paletje. Oh mijn god. Die namen van de kleuren zijn echt hilarisch. Bradman Rock, als je hem nog niet kent en niet volgt, echt, hij is echt hilarisch. Hij is super grappig. Hey bitches, Brandy here, singer, songwriter, actor, actress, acting, acting, but still one of like the darkest day. Dus de namen zijn ook echt apart, op zijn zacht gezegd. Ik ga beginnen hier met donker paars mat en die kleur heet Felling Myself. Dus niet feeling, maar Felling Myself. En die kleur druk ik zo in mijn crease hier in het begin, in de binnenste hoek. Wauw, er komt super veel pigment vanaf, jongens. Dan ga ik in met de donker matte groene kleur. Die kleur heet Venomous. Je mag er nou echt by the way wel echt van uitgaan dat de looks heftig en kleurrijk worden, want dit paletje is gewoon echt
kleurrijk. En de groene kleur breng ik zo ernaast aan. En dan maak ik een soort van puntje hier, een soort van driehoekje. Oké, nou die kleuren zitten nou goed op elkaar. Ik ga nou even hier een beetje bij de rand de twee kleuren in elkaar blenden. Nu dit gewoon zo goed zit, ga ik de randen blenden met twee andere kleuren. Ik pak nu de kleur hier, die heet Flaming Ho. En met die kleur ga ik hier zo de randen een beetje blenden. Ik gebruik nou een iets kleinere fluffy kwast. De kwasten die ik gebruik zijn van Nieuwe Standard. En dan ga ik gewoon heel rustig zo de randen blenden. En dan wordt het zo mooi smoky. En ik blend gewoon door totdat alles mooi in elkaar is geblend. Want ik breng geen andere kleur meer aan ofzo. En voor de kleur daarnaast gebruik ik nou de lichte, een beetje mintachtige groene matte kleur. En die heet... En dat kan de... En met die ga ik een beetje de groene kleur blenden. Dan pak ik een grotere fluffy kwast en dan ga ik goed over de randen. En dan pak ik weer die lichte kleur Anaconda. En die breng ik dan nog extra aan hier bij de randen. Gewoon om het een beetje extra goed smoky te maken en goed te blenden. Nu ga ik met mijn Catrice Concealer een halve cut crease maken. Ik gebruik hiervoor mijn NYX Cosmetics kwast nummer 14. En dan ga ik in met de prachtige goudglanzende kleur hier. Die heet King of the Jungle. Dat is echt gewoon een kleur die ik echt moet gebruiken. Ik ga mijn kwast nat maken met mijn Max & More Fixing Spray. En dit breng ik dan aan over de cut crease. Oh, wauw. Daarnaast ga ik in met de groene glanzende kleur. Die heet Big Peacock Energy. En die druk ik dan gewoon ernaast in. Oh, die kleur is ook echt intens. Nou, dit paletje is echt geweldig. Het voelt gewoon echt aan als een high-end, duur kleurrijk paletje. Maar het is gewoon een betaalbaar paletje. Maar het is zo goed gepigmenteerd. Zowel de matte kleuren als de glanzende kleuren. Alles blendt ook gewoon mooi in elkaar in en zo. Het kost mij helemaal niet veel moeite. Ik ben zo blij dat alles gewoon goed gaat. Oké, dit oog is voor nou heel eventjes klaar. We gaan nou aan de tweede ooglid beginnen. Ik ga ook weer hier primen. Wat vinden we er by the way van dat ik twee looks maak? Vind je dat fijn? Of heb je iets van nee, ik wil gewoon één look zien, want dat vind ik meer overzichtelijk. Let me know wat jij zou willen. Nu begin ik met een mat rode kleur, die heet Pounce On Him. En die breng ik aan met mijn grote BH Cosmetics kwast, nummer Fluffy kwast, nummer 101. En die kleur breng ik dan zo aan in mijn hele arcadeboog. Oké, die kleur was iets meer effort, maar op zich, het ziet er gewoon goed uit. Dan ga ik in met Bordeaux rood. Die kleur heet Two Can Play That Game. En ook weer met die fluffy kwast breng ik die kleur aan hier in mijn arcadeboog. Maar ik blijf een beetje onder de andere kleur. Dan ga ik in met de matte nude kleur. Die heet Coconut Connoisseur of zoiets. En van die kleur pak ik een heel klein beetje. En dan ga ik gewoon een beetje langs de randen om het extra uit te blenden. Dan ga ik voor de zwarte kleur. Zoals je kunt zien is hij niet helemaal mat zwart. Er zit een lichte glans doorheen. En die kleur heet Alpha. En die kleur ga ik aanbrengen over mijn hele ooglid. Deze look wordt dus echt een beetje donker smoky. En ik maak ook weer mijn kwast nat met fixing spray. Dat doe ik altijd wanneer ik enigszins een glanzende kleur gebruik. Ik gebruik nou echt een hele kleine mini fluffy kwast. En ik pak ook weer die zwarte kleur Alpha. En dan ga ik een beetje de randen blenden om het mooi smoky te maken. En dan pak ik weer van die donkerrode kleur Two Can Play That Game. En die pak ik ook weer op met mijn hele kleine fluffy kwast. En dan ga ik ook weer over de randen om het allemaal weer iets meer rood te brengen. Om het iets meer rood... Wat zeg ik allemaal? Ik bedoel om weer iets meer rood terug te brengen. En dan blend het ook weer mooi met die zwarte kleur. Nou, echt allebei de looks gingen echt prima. Het ging echt goed. Ik ga een beetje de fallout weghalen. Er is niet echt heel veel, maar dit doe ik gewoon altijd. Omdat het toch altijd wel een heel klein beetje is. Maar dit paletje werkt echt goed. I love it. Ik ben aan het twijfelen of ik ook een wing wil maken of niet. Ik denk dat ik het wel ga doen. Ik gebruik hiervoor mijn NYX Matte Liquid Liner. Oké, de eyeliner wing is bij allebei de kanten gemaakt. Hier valt hij dus echt iets minder op door de zwarte oogschaduw obvious. Nou had ik dus echt zo graag deze Wet n Wild x Bradman mascara willen proberen. Maar ja, helaas hadden ze die niet. Ik ga voor nou dus even de Essence Princess Lash mascara gebruiken.
En als nepwimpers gebruik ik TL4 van Tati Lashes. Die ga ik even opdoen. Ik kom zo bij jullie terug. Zo, dit zijn dan de twee looks met wimpers. Welke kant is jouw favoriete kant? Let me know. Ik denk dat ik persoonlijk hou van vooral de kleurrijke kant. Gewoon puur omdat ik gewoon hou van kleurrijk. Maar ik vind de andere kant ook heel leuk. Vooral als je zo van die hele mooie lichte ogen hebt. Dan is zo'n zwarte smoky look echt prachtig bij jou. En dan knallen je ogen er echt gewoon helemaal uit. Ik ga even mijn gezicht verder doen, want ik heb voor de rest niks echt voor mijn basis. Dus die ga ik eventjes doen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Wat heb ik gedaan? Foundation, concealer, poeder, gecontourd, bronzer en een beetje blush. En that's it. Ik ga nu de twee looks afmaken. Ik begin met de kleurrijke look. Ik breng een blauw oogpotloodje aan in mijn waterlijn. Dit is in de kleur 4 van Kiko. Ik weet niet of die nog te koop is. En in de andere waterlijn breng ik een zwart oogpotloodje aan. Ik heb er hier eentje van Pixi. De Endless Silky Eye Pencil in Black. Ik ga nu in met de groene matte kleur. Die heet Venomous. En die kleur breng ik aan hier op de onderste wimperrand. En dan pak ik weer de zwarte kleur Alpha. En die breng ik aan hier op de onderste wimperrand. Dan ga ik weer in met rood. En met die kleur blend ik de zwarte kleur hier beneden een beetje uit. En dan weer wat mascara op de onderste wimpers. Ik gebruik gewoon Weli van Essence. En ik ga ze ook primen met mijn mascara primer. By the way, ik ga helemaal stuk om de naam van de bruine matte kleur. Dat is gewoon ape shit. Dus apenpoep. Hoe verzin je dit? Nou, allebei de looks zijn helemaal af. Dit is het dan. Ik vind ze allebei echt heel erg leuk. Allebei echt een hele andere vibe. Maar ik vind het allebei iets hebben en het ging allemaal super goed. Ik ben echt heel blij ermee. Zoals ik dus net al zei, ik heb al bronzer en blush aangebracht. Maar nog geen highlighter, want we hebben een highlighter van deze collectie. Ik heb hier echt een prachtige losse highlighter. En dit is hem dan. Dit is de verpakking met een B en een R erop van Bradman Rock. En het zijn twee kleuren. Dus dat is ook wel leuk gedaan. Kijk, als je hem openmaakt heb je dus twee kleuren. Een lichte vanille kleur en een meer donkere roze-achtige kleur. Dat is echt ideaal, want dan heb je voor een donkere huidskleur een goede kleur. En maar ook voor de lichtere huidskleuren. Ik ga dus sowieso voor de lichtere huidskleur. Wat ik persoonlijk fijner had gevonden is als ze gewoon twee compacten hadden uitgebracht. En dan in de ene kleur en in de andere kleur. Want nou heb ik er twee, maar deze onderste ga ik waarschijnlijk echt bijna nooit gebruiken. Wat je er wel mee kunt doen is ook aanbrengen als oogschaduw. Dat zou ook echt heel prachtig kunnen zijn. De verpakking is zo leuk gedaan. Kijk, hier heb je een B en hier een R. Deze kunnen dicht. Dus als je gewoon één van de twee wilt gebruiken, doe dan gewoon de andere dicht. Anders komt alles eruit. Het zijn wel echt mooie kleuren. Ik vind die andere kleur ook echt prachtig. Kijk heel even die kleur, hoe mooi dat is. Dit zou echt zo mooi zijn als oogschaduw. Maar die kleur gaan we niet gebruiken. Ik ga de andere gebruiken. Dus dan maak ik zeg maar die zo open. En dan breng ik gewoon zo een beetje aan in de dop. Oké, we gaan die aanbrengen zo hier. Wow, dit is echt heftig. Misschien heb ik iets te veel gepakt. De kleur is echt prachtig. Matcht echt perfect met mijn huidskleur. Ja, mensen, super heftig ook weer. I love it. Wet n Wild maakt altijd echt de beste highlighters. Echt niet te geloven. En dan breng ik ook een heel klein beetje hier aan. Een beetje uitblenden met mijn vingers. En dan ga ik die kleur ook aanbrengen in mijn binnenste ooghoeken. En dan ook een heel klein beetje zo hier onder de wenkbrauwen. Echt maar een heel klein beetje. En dan zoals altijd ook nog op de neus. Hier een beetje. Dan hier een beetje. En dan weer uitblenden een beetje met mijn vinger. Top. Ik vind hem mooi. Ik vind hem niet per se wauw. Dat ik echt denk van wow, dit moet je echt hebben. Het is echt fantastisch. Dat niet per se, maar het is mooi. Ik vind hem niet slecht. I like it. Dan heb ik ook nog een lipgloss. De Wet n Wild Bradman lipgloss in de kleur Freaky. Het is zo'n hele lichte paarsachtige kleur. Zoals je kunt zien, ze hadden maar één gloss. Dus meer heb je er niet. Oh, hij is ook een beetje zo holographic-achtig. Kijk, ik weet niet of je het heel goed kunt zien op beeld. Maar hij is zo'n beetje paars holographic-achtig. Ik mix het met niks, dus ik breng echt alleen maar de gloss aan. Zodat we gewoon goed die kleur kunnen zien. Dit is de gloss van Iets Meer Close Up. Hij plakt ook niet. Dat vind ik altijd heel erg belangrijk bij een gloss. Als een gloss of een lipstick of wat dan ook plakt, dan vind ik het echt een no-go. Maar hij plakt niet, kijk.
Hij voelt lekker glossy aan. Ik vind hem fijn. Hij is ook niet te dik of zo. Hij is dus holographic, maar het valt niet echt per se heel extreem op. Het is niet helemaal zo holographic all over. Het is gewoon een hele lichte holographic kleur er doorheen. Maar voor de rest is hij gewoon best wel clear. Je kunt mijn lipkleur er doorheen zien. Dus als je er gewoon een mooie lipstick onder doet en dan dit erop, dan is dat echt super mooi. Dat ga ik nu ook doen. Ik breng heel even Huda Beauty Matte Liquid Lipstick aan in de kleur Venus. En dan breng ik de gloss er weer op aan. Ja, kijk, super mooi. Het is niet een hele speciale gloss of zo. Het is gewoon een gloss. Maar hij voelt fijn aan. Hij plakt niet. De kleur vind ik gewoon mooi. Ik vind het heel mooi gemixt ook met de Huda Beauty Matte Nude Liquid Lipstick. Ja, I like it. En ik hou sowieso van glossjes. Als je al een tijd bent geabonneerd op mijn kanaal, dan weet je dat ook. Dus ja. We gaan snel verder met het laatste product. En dat is de 3-in-1 Face Mist. Ook weer die prachtige verpakking. I like it. Je moet hem ook schudden, want het is volgens mij een beetje een glowy face mist. Oh, ik zie by the way dat de face mist is uitverkocht. Oh my god. Maar ja, misschien als de video online komt dat hij dan niet meer is uitverkocht. But I'm not sure. Ik heb heel even opgezocht waarom die dus 3-in-1 is. 3-in-1. En dat is dus omdat je hem kunt gebruiken als primer, verfrissing en ook als setting spray. Ik ga hem dus gebruiken als setting spray om mijn make-up mooi af te sluiten. Om het mooi op zijn plek te houden. De formule bevat een fruitmix van coconut papaya, dragonfruit en kakadu. Plum extract. Nou, deze ingrediënten zijn rijk aan vitamine C en E en antioxidanten. Die je huid dus een boost geven. Nou, top. En er staat inderdaad dat hij glanzend is. En daar hou ik altijd voor. En dat hij een tropische geur heeft. Het kwam helemaal in mijn neus. Oh my god. Het heeft inderdaad echt een lekkere tropische geur. I love it. Hij is ook echt heel lichtgewicht. Het is echt een mist. Je voelt het niet per se heel goed op je huid zitten. En hij brengt inderdaad echt een glow aan op mijn gezicht. Kunnen we het zien? Hij moet nog wel een beetje inwerken, maar ik zie inderdaad al gelijk een mist. Oeh, I like it. Ik vind het dus echt super fijn dat hij dus zo'n prettige geur heeft en ook prettig aanvoelt. Sommige sprays zijn echt zo super agressief en dat vind ik nooit zo fijn. Maar dit is echt gewoon een mooie lichte mist. Oeh, ik vind het echt, ja, I like it. Ja. Dit is dan het eindresultaat. Ik ben er echt heel blij mee. Alles ging echt gewoon goed. Dat maakt me altijd extra enthousiast. En ik ben al een heel enthousiast persoon. En dan ben ik nog extra enthousiast. Ik ben heel blij met de twee looks. Ik vind ze allebei echt super leuk. Dit paletje is echt het beste product van de hele collectie. Als ik één ding zou aanraden, is het echt dit paletje. Tenminste, als je houdt van hele heftige kleuren. Ik vind het ook een goed beginnerspaletje. Als je wilt gaan beginnen met experimenteren met veel kleuren en zo, dan raad ik dit paletje echt aan. Ik ben er echt heel erg blij mee. De mist vind ik ook echt heel fijn. Had ik niet per se zien aankomen. Ik had het niet echt verwacht, maar hij spreekt fijn. Hij ruikt lekker en hij geeft echt een mooie glow aan mijn gezicht. En de glow is ook niet too much. Af en toe zitten er ook in glowy setting sprays een soort van glitter. En dan is je hele gezicht glitterig. En dat heeft hij ook niet. Dus dat vind ik fijn. En de glow en de lipgloss zijn allebei gewoon, ja, gewoon prima. Ze zijn gewoon goed. Ze zijn niet echt heel spectaculair of wauw of zo. De andere twee producten wel. En deze twee zijn gewoon, ze zijn goed. Ik vind ze mooi. Ik ga ze ook zeker vaker gebruiken. Maar het is niet dat ik echt iets heb van, wow, dit moet je echt hebben. Het is echt super innovatief of zo. Het zijn gewoon, ja, normale producten. Dus al met al is de collectie zeker 100 duimen omhoog. Want het is echt een super goede collectie. Lekker betaalbaar ook. I love it. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer allemaal snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!